Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft voedselzekerheid tot topprioriteit verklaard. Om de productie snel te verhogen worden geschikte gebieden geïdentificeerd. Minister Prawat Sildin benadrukte tijdens de regeringspersconferentie dat wereldwijd meer dan 800 miljoen mensen lijden aan voedseltekort. Binnen de regio worden strategieën besproken om dit aan te pakken. CARICOM-landen stellen zich ten doel om tegen 2025 de voedselimport met 25% te verminderen. In Suriname wordt met name gekeken naar het verhogen van de rijstproductie. Wij zijn op een goede tweede plek. En waar de rest van CARICOM bezig was met hele goede ontwikkelingen. En die hebben in de rondleden gehad van die ene storm, hoe heet het, Beryl. De totale landbouw van Grenada, van Dominica, Sint-Vincent en Grenadines, Jamaica. Het heeft gewoon helemaal weggevaagd, dus die moeten weer vanaf een nulpunt beginnen. Hetgeen ook de druk op ons meer legt van luister, als je praat over CARICOM, dan kijkt men nu steeds meer en meer richting Suriname en Guyana. En zoals bekend, de overheid zelf zit niet in de productie, maar de overheid moet de randvoorwaarden scheppen dat de private sector daarop kan inspelen. Een goedgekeurd project voor een 26 kilometer lang kanaal kost meer dan US 104 miljoen en zal 10.000 hectare aan grond beschikbaar maken. Tevens worden andere projecten uitgevoerd om de toegang tot de rijstgebieden te verbeteren en de waterhuishouding te reguleren. Maar ik ben nu begonnen in Wanica en in Saramaka. Alvast een meetings te hebben met de boeren zelf. Om te kijken van wat hun ideeën zijn als het gaat om de waterhuishouding. Omdat tot nu toe wij, alleen maar tenminste als overheid, voornamelijk gefocust waren op afwatering, drainage, afvoer van water. Maar nu, met climate change, waar je merkt duidelijk dat de regentijd korter en heftiger is, terwijl de droge tijd langer wordt. Hetgeen inhoudt dat wij daar voorzieningen moeten treffen voor irrigatiewater. En het is niet zo makkelijk om water toevoer tot de percelen van de boeren te garanderen. Maar aan de andere kant hebben wij ook dat irrigatieleidingen en drainageleidingen conform de voedselveiligheidsregels, die mogen elkaar niet doorkruisen. Deze maatregelen zullen de rijstproductie versterken en extra inkomsten genereren.